Welkom bij HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Samen maken we HHC. Dit zijn Glenn Kobersen en Jan Hooiveld. Jan Hooiveld, de man die de doelpunten moet gaan maken voor HHC Hardenberg, speelt in de spits in plaats van Mark Veldmaten vorige week en Dennis Kroonen ook in de basis. Zal aan de linkerkant gaan spelen. Vorige week maakte hij nog een doelpunt. En dan weet je dat je naar de Kozakken Boys moet, de kampioen van vorig jaar. Marcel Groninger kijkt wat tegen de zon in en zal misschien daarom wat nors kijken. Maar het is natuurlijk een lastige opgave. Maar Kozakken Boys verloor vorige week wel. Met dank overigens aan RTV Oost voor de beelden. Want normaal gesproken bent u gewend van ons dat we iets eerder zijn met de samenvatting. Maar ja, dat moet natuurlijk allemaal verstuurd en ook ontvangen worden. En dan hier nog ingesproken worden. Dus vandaar even de vertraging. Ook voor de kijkers van Omroep Noos, daarvoor excuses. Volgende week is het weer gewoon zoals het moet. Goed, ja. HHC probeert te voetballen natuurlijk. Via Gerson Klok, die een goede voorzet in huis heeft. En dit is de eerste grote kans voor HHC via Hooiveld. En die is net een fractie te laat. Maar wel een goede mogelijkheid voor het doel van Jesper Hogedoorn van Kozakken Boys. Dit is Sander Danes die uittrapt. En dan kan HHC misschien opnieuw via Klok gevaarlijk worden. Moet die bal voor gaan geven, dat doet hij ook. Maar deze voorzet is niet gevaarlijk genoeg. En dus de voortzetting van Hogedoorn. En wellicht de kans voor Kozakken Boys. Corner. Nee, geen corner. Hoekschop. Ik dacht dat die bal nog aangeraakt werd. Maar dat was niet zo. HHC kan vervolgens niks met die hoekschop. En dus is het Hens hier. Van Werkman. En krijgt Kozakken Boys een vrije trap. En daar zijn ze leep in. Sander Danes weet, nu moet ik de boel goed neerzetten. Want dit zijn gevaarlijke momenten. Wat heet. Zo, prachtige goal zeg. Wat een schitterende goal van de Kozakken Boys. Stanley Huse. Wat een geweldige trap. Danes kansloos. En dus 1-0 voor Kozakken Boys. En dat moet gevierd worden. Vorige week de valse start. Maar nu staat de ploeg van Arie Schep op voorsprong. Ook Kozakken Boys wil natuurlijk naar die tweede divisie. En dus is elke wedstrijd een finale. Wegwerken van Manuhutu. Is niet goed. Heeft de bal in en vervolgens kan dus Kozakken Boys opnieuw overnemen. En wordt het dan opnieuw gevaarlijk? Nee, de bal wordt weggewerkt. Maar landt weer bij Kozakken Boys. En zo is het Kozakken Boys dat voornamelijk voetbalt. HHC een beetje van de leg naar de goal. En Danes met de redding. Elouis Giri, de man die schoot. Sherwin Grot is dit. Opnieuw Kozakken Boys. Het goed combineert. En dit moet een doelpunt zijn eigenlijk. Sterker nog, dit gaat een doelpunt zijn. Ja hoor. Sherwin Grot, de man die u net al zag. Hoeft de bal alleen maar erin te tikken. En dat doet hij ook. Ooit deden ze dat op de Boshoek met het hoofd. Even wachten op de verdediger en toen pas binnenkoppen op de doellijn zittend. Er was nu geen ruimte voor. Maar het is wel 2-0 voor Kozakken Boys. En Danes baalt. Had zich deze middag anders voorgesteld.
HC dan. Wat kan het? Aardige mogelijkheid misschien, maar het is allemaal net een tikje te laat. En gewoon net niet snel genoeg. Niet scherp genoeg. En dus de achterstand. Dit is wel een grote kans overigens. Het gevaar ook nog niet voorbij. En dan gaat hier de doelman in de fout, maar is er ook al gefloten. En dus blijft het 2-0. Tweede helft dan. De Corsacker Boys. Wordt 3-0. Het wordt geen 3-0. Het was wel een grote kans. Sherwin Grot opnieuw. Ja, en toch moet HSC nu langzaam maar zeker ook wat laten zien natuurlijk. Hooiveld. De mastodont van HSC. Wat is die vent sterk. Maar ja, met sterkte red je niet alleen. Je moet die bal ook nog op het doel schieten. En dat lukt hem hier niet in elk geval. Het gaat hem ongetwijfeld nog wel veel lukken. Maar deze actie was niet gevaarlijk genoeg. En dan is er weer een uitbraak. En is dit een penalty? Ja, dit is een penalty. Nou, einde wedstrijd zou je zeggen. Bakker lijkt het niet te geloven. Nou ja, weet eigenlijk ook dat het zo is. Want het is gewoon een penalty. Goede beslissing van de scheidsrechter. De heer Prooi. En over Prooi gesproken. Lukoki moet dit maar gaan doen voor Corsacker Boys. En dat doet hij ook. Sander Danes kansloos. En dus is het 3-0 voor Corsacker Boys. En is HSC bezig aan een kansloze middag. Die het liever nu al zou eindigen. Ja, het moet nog een kwartier voetballen. Corsacker Boys opnieuw. Wordt het dan allemaal nog erger? Is die gifbeker nog niet leeg? Voorzetje of gaat hij zelf? Hij gaat zelf. Misschien had hij juist voor het voorzetje moeten kiezen. Maar ja, goed, een 3-0 stand. Mag je het eens een keer proberen, niet? Rob van der Leij in de ploeg gekomen. Leidt balverlies en de Corsacker Boys leveren vervolgens ook de bal weer in. En nu is er misschien de kans dan voor HSC. Waar is het overzicht? Waar is het overzicht? Nou daar, want Rob van der Leij staat vrij en maakt er 3-1 van. Het is voor de boeken. Maar desalniettemin wel lekker voor Van der Leij dat ook hij een doelpunt maakt dit seizoen. Prima goal van Rob van der Leij. Zoals het een spits betaamt op de juiste plek te staan. Maar goed, HSC heeft het dus niet in Werkendam. Het gaat verliezen. Gaat de wonden likken en gaat deze week 3 keer trainen. Om zich op te maken voor de wedstrijd van aanstaande zaterdag thuis tegen Katwijk. Uiteraard zijn we daar weer gewoon via de normale tijd bij. En ook via de normale kanalen. Dus via HSC TV, via de website van HSC en via Omroep Noos. HSC verliest in Werkendam met 3-1. HHC TV werd mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Hey, de tijd van HHC. Oh, 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 oh. Samen maken we HHC.